Ik vraag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. De politie en het parket van Brugge zijn nog steeds op zoek naar Anne Cotrie, een vrouw van 48 uit Brugge, die al meer dan vier maanden is vermist. Anne Cotrie verdween op zondag 3 mei 2009. Ze verliet de voet haar woning rond half negen morgens. Ze werd gezien in het station van Brugge, waar ze een ticket kocht met bestemming Brussel. Op de bewakingsbeelden van het station Brussel-Zuid is nog te zien dat Anne de taverne Maaskorner en een krantenwinkel is binnengegaan. Om 11.16 uur verliet ze het station richting Vosnielaan. Dit is het allerlaatste beeld van haar. De speurders doen dan ook een bijzondere oproep aan alle taxi-, bus- en tramchauffeurs in de Brusselse regio. Misschien heeft een van hen Anne opgemerkt. Dit zijn beelden van Anne op het doopfeest van haar kleinkind een week voor haar plotse verdwijning. Anne Cotterie is normaal gebouwd en 1,55 meter lang. Ze heeft blondbruin haar tot op de schouders en grijsgroene ogen. Ze draagt haar haren meestal opgestoken met een haarspeld. Ze droeg een donkerbruine winterjas boven een blauwe jeansbroek en zwarte laarzen. Opvallend is de veelkleurige stoffen strandtas in de pastelkleuren roze, groen en blauw die ze bij zich had, samen met een blauwe handtas met draagriem. Hebt u de vermiste vrouw gezien of weet u waar ze verblijft? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0800-91-119. Ook aan Anne zelf wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders. Discretie wordt verzekerd. U kan dit opsporingsbericht nog eens rustig nalezen op de website van de politie of op teletextpagina 725.